Breda Nu. Je weet het meteen. Dames en heren, goedenavond. En of course also a hearty welcome for the students of the Avant School of International Studies. Allereerst dank ik het koor Tegen de Wind mee voor het indrukwekkende lied wat net werd gezongen. Nog geen week geleden zongen jullie het ook in de kathedraal tijdens de kristalnachtherdenking. Je had toen kunnen bedenken dat jullie nauwelijks een week later het vanavond hier opnieuw zouden zingen. Breda rouwt met Parijs. Ik dank het Mondiaal Centrum Breda voor het initiatief wat ze hebben genomen om hier vanavond bij elkaar te komen. Om onze gevoelens van ongeloof en verbijstering te delen met elkaar. Samen stil te staan, zij aan zij, schouder aan schouder. Vrijdagavond, 13 november 2015. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om de gebeurtenissen in Parijs te beschrijven. Een gewone vrijdagavond. Een avond waarop jonge mensen genieten van een concert. Hele gezinnen genieten van een voetbalwedstrijd. Of samen met vrienden of geliefden uitgaan en genieten van een mooi eten in een restaurant. Allemaal dingen die het leven meer kleur geven. Zaken die het leven mooi maken. En dan maakt een laffe daad daar een bruut einde aan. Onschuldigen worden geraakt. Mensen verliezen hun geliefden. Families worden uiteengerukt. Het verdriet komt ook heel dichtbij als je hoort vandaag dat een oud inwoner van onze stad is omgekomen bij de gruwelijke aanslag in het Bataclan Theater, bij dat concert. De Française Marie Lorge was 23 jaar. Afgelopen jaar hier afgestudeerd aan de Avant School of International Studies. Een jonge vrouw, vol met plannen, ideeën, idealen. En ineens is ze niet meer. Straks om 7 uur komen medestudenten hier op het Grote Markt bijeen om Marie en natuurlijk ook haar partner Matthias te herdenken. Onze gedachten zijn met de familie, vrienden en studiegenoten die Marie en Matthias moeten missen. De wereld leeft mee met Parijs. Breda leeft ook mee met Parijs. De laffe daad van vrijdag roept gevoelens van angst en onveiligheid op. In Parijs, in Nederland, maar als we eerlijk zijn, ook hier in Breda. Dat is precies wat de terroristen willen bereiken. Laten we het hen daarom niet gunnen. Laten we zien dat we juist in gesprek blijven met elkaar. Dat we, hoe verschillend we ook zijn, hun verbindingen blijven zoeken. Dat we samen bruggen blijven slaan. Hoe moeilijk het soms ook is. Dat is precies wat we vanavond hier doen. Met de kleuren van de Franse vlag op de achtergrond. We laten zien dat we in Breda zij aan zij staan tegenover onverdraagzaamheid, haat en extremisme. Dat is niet vanzelfsprekend en niet eenvoudig. Standvastigheid is daarvan nodig. En vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Geef elkaar de ruimte. Sla bruggen. En sta op tegen haat, onverdraagzaamheid, extremisme en geweld. Vanuit welke hoek deze ook komen. Laat eenheid, tolerantie en begrip onze antwoorden zijn op het barbaarse geweld van vrijdag in Parijs. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het maakt ons, Breda, een menselijke stad als we dat kunnen tonen. Laten wij de komende tijd voor zorgen dat het zo blijft. In een veilig en saamhorig Breda. Dank u wel. No hell below us.
it's only sky.